In mijn panel vandaag, Tarim Ramjan, jurist, journalist bij het Parool. Goedemorgen. Hi. Fijn dat je er bent. En Emma Mauthaan, oprichter van Sekerestudent.com. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan beginnen met... BNR breekt. Breekijzer. En het breekijzer heeft te maken met het bezoek van Rutte en Hoekstra aan Biden in het Witte Huis. Een bezoek dat de vorige keer, in 2019, toen nog president Trump, niet heel erg soepel verliep. And that'll be good. And if we do work it out, that'll be positive. And if we don't, it'll be positive also. Because no. We're just thinking about those cars that pour in here. And we'll do something, right? We have to work But it'll be positive. Ja, volledig genegeerd. Deze keer draait het bezoek om niets minder dan de handelsbetrekkingen tussen Amerika en China. Want Amerika voert al een aantal jaar op verschillende niveaus gesprekken met Nederland om de export van geavanceerde chiptechnologie naar China verder aan banden te leggen. Nederland met ASML is wereldwijd een van de belangrijkste leveranciers van machines die worden gebruikt in de producties van chips. En door China de toegang te ontzeggen tot die geavanceerde chips en de technologie om die te maken, willen de Amerikanen voorkomen dat China, militair bijvoorbeeld, te machtig wordt en zo een bedreiging vormt voor de nationale en mondiale veiligheid. Maar hiervoor moet Nederland dus wel besluiten een van zijn grootste afzetmarkten op het gebied van die technologie, spreekwoordelijk, vaarwel te zeggen. Moeten we dat eigenlijk wel willen? Ons breekijzer vandaag. Nederland moet zich niet laten gebruiken voor Bidens handelsoorlog met China. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Paul Verhagen. Hij is high-tech competitie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen. Hi. Fijn dat je er bent. Dank je. Ons breekijzer vandaag. Nederland moet zich niet laten gebruiken voor Bidens handelsoorlog met China. Wat vind jij? Ja, jezelf laten gebruiken is nooit een goed idee. Mm-hmm. Dat gezegd hebbende, je wil ook niet Amerikanen tegenwerken hier. Ik denk dat je in de Amerikanen een veel natuurlijkere bondgenoot hebt dan in China bijvoorbeeld. Mm-hmm. Als je hem omdraait, wil je jezelf laten gebruiken door China. Dat zou ook een slecht idee zijn. Ja. Dus graag als partner met Amerikanen niet gebruiken. Maar er moet gewoon onderhandeling en een gelijkwaardige relatie in zijn. Ja, toch hoor ik hier in het binnenland allerlei stoere teksten van bijvoorbeeld minister Schreinemacher. Die zegt van nou, we gaan het toch wel echt even zelf over nadenken hoor. Een exportbeperkingen zomaar tekenen, dat gaan we niet doen. En we gaan er soeverein over nadenken. Mm-hmm. Maar ik zie jou een beetje glimlachen. Uh-huh. Ja, kijk, als Uncle Sam besluit iets gebeurt, dan gebeurt het gewoon. Ja. En dat kan met goede wil, het kan met slechte wil. Als de Amerikanen het echt willen, dan leggen ze gewoon een exportsanctie op de dollarmarkt van ASML. En dan is dat hele bedrijf sowieso dood. Ja, dus het gaat sowieso gebeuren. Ja, en je gaat nu met een onderhandeling in met een Biden. Dat is een redelijk persoon. Je had ook met een Trump in kunnen gaan. Dus wat dat betreft, je hebt nu een kans om dat gesprek aan te gaan. En wij hebben ook wel dingen die we van de Amerikanen willen. Bijvoorbeeld over die Inflation Reduction Act. We willen graag Europese EV, electric vehicles, naar de Amerikanen sturen. Ja. Dus het zou best kunnen dat we zeggen van oké, luister, wij zijn bereid om die exporthandel naar van ASML naar China te stoppen. Mm-hmm. Mits jullie inderdaad ook structurele subsidies leggen onder de Europese industrie. Ja. Zijn onze belangen als het gaat om China gelijk? De Amerikaanse en de Nederlandse belangen? Nee, kijk, China... Amerika is de enige wereldgrootmacht. China is de eerste echte rivaal sinds de Sovjet-Unie. En ik denk zelf een groter rivaal dan de Sovjet-Unie ooit was. Dus de Amerikanen voelen zich echt bedreigd. Wij als Europa zijn eigenlijk geopolitiek denken verleerd. Wij doen daar niet zo heel veel mee. We geven het vooral weg aan de Amerikanen. Dat betekent dat de Amerikanen inderdaad het initiatief hebben en zeggen, als dit gebeurt, dan moeten jullie meegaan. En kijk, het gevecht is tussen de Amerikanen en de Chinezen. Als wij met de Amerikanen meegaan, dan hebben we in ieder geval een strategische bondgenoot. Mm-hmm. Als we zowel de Chinezen als de Amerikanen gaan aanvechten, dan ben je nog verder van huis. Ja. Want dan zit je in een tweestraat. Ja. Dus denk hierover na. Er zit meerwaarde in relatie met de Amerikanen, onder andere de NAVO, et cetera. Dus er zijn goede redenen om aan de Amerikaanse kant te staan. Oké. Okay. Over dat, hoe je dan op moet stellen en ook wat je er wellicht uit te wisselen en uit te ruilen valt, wil ik zo meteen met je verder praten. Rondje mijn panel, Emma, ons breekijzer. Nederland moet zich niet laten gebruiken voor Bidens handelsoorlog met China. Wat vind jij? Nou, laten gebruiken vind ik ook een groot woord. Maar ik denk dat het sowieso, weet je, altijd in geopolitiek komt het aan op compromissen sluiten. En hè, de een een beetje geven en dan krijg jij een beetje wat jij wil. En zo een beetje hè, uitwisseling van dingen wat landen willen. Mm-hmm. Dus in die zin ben ik het eigenlijk wel eens met wat we net hoorden. Ja. De Amerikaanse, dat zijn gewoon wel natuurlijkere bondgenoten dan de Chinezen. Ja. En ik denk dat we daar meer aan hebben. Zeg maar dat die meer betrouwbaar zijn om hun afspraak ook daadwerkelijk na te komen en dergelijke dan de Chinezen. Ja, maar als je Mark Rutte bent, mag je best een beetje hard to get spelen. Zeker. En het ondersluit kan proberen te halen. Ja, absoluut. Ja, want op het gebied van economie hebben wij ook wel wat, inderdaad wat robbertjes te vechten met Amerika. Als het inderdaad gaat om die IRA. Maar daar komen we zo meteen toch even op. Tarim, Nederland moet zich niet laten gebruiken voor Bidens handelsoorlog met China.
Nou, dat is wat de minister voor Buitenlandse Handel inderdaad zegt. Ik vind het een beetje spierballentaal. Mm-hmm. Luistert daarmee ook naar de CEO van ASML, Peter Wenning. Ja. Die is voorstander van een beleid waarbij je zegt... nee, door en daarmee beschermt hij ook zijn eigen afzetmarkt. Nee, juist door onze producten daarin te exporteren naar China... kun je die samenleving beïnvloeden op een manier... dat die meer in lijn komt met onze Europese normen mm-hmm. en waarden, om het maar zo te zeggen. Tegelijkertijd vraag ik me heel sterk af of Den Haag... überhaupt de capaciteiten heeft om dezelfde veiligheidsanalyse te maken als de Amerikanen. Mm-hmm. Als we toch kijken naar hoe de binnenlandse politiek ervoor staat... dat is al op veel vlakken een beetje een puinhoop. Ministeries die elkaar niet helemaal de juiste informatie toespelen... of elkaar vertrouwen of niet goed kunnen communiceren... vraag ik me af of ze daar een eigen analyse kunnen maken... en echt veel van leer kunnen trekken tegen de Amerikanen. Ja, maar dan liever dus maar vertrouwen wat de Amerikanen analyseren. Dan denk ik dat wel, ja. Ja. Vorige week, Paul, was premier Kishida van Japan nog bij Biden te gast. Vandaag dus Rutte. Ja. Is geen toeval, denk ik, hè, dat zo vlak naar elkaar zit ook. En deze nee. Twee heren. Dus wat je eigenlijk ziet is de formatie van een handelskartel. Een OPEC op halfgeleiders eigenlijk. En daar zijn eigenlijk maar 4 of 5 landen relevant. Dat is Taiwan, Zuid-Korea, Japan en Nederland. Mm-hmm. Kijk, voor 3 van die landen is het zo dat hun bestaansrecht... is eigenlijk gebaseerd op Amerikaanse militaire macht. Er zitten honderden duizenden troepen in die 3 landen. En Taiwan bestaat eigenlijk puur en alleen omdat Amerikanen dat willen. Ja. Nederland is iets anders, maar we zijn wel degelijk ook afhankelijk van de Amerikanen. Dus als je die 5 bij elkaar hebt, dat zijn best wel eensgezinde landen. Dat zijn westerse democratieën met mensenrechten, met vrije verkiezingen. Dus die kunnen samen inderdaad een vuist vormen tegen China. Dat is een logische constructie. Ja. Nou, zo schrijnen mag er ook van, we gaan niet zomaar bij het kruisje tekenen. Dat moeten we dan met in Europees verband bijvoorbeeld gaan doen. Klinkt misschien mooi, alleen Nederland is wel natuurlijk wel veruit de meest relevante speler als het om dit onderwerp gaat in Europa. Dus in hoeverre is dat een goed argument van haar? Want je zou het liefst misschien inderdaad dingen groter aanpakken, maar ja, als het alleen maar om Nederland draait. Ja, ja, kijk, Europa zelf is eigenlijk al een geopolitieke dwerg. Economisch zijn we enorm, maar geopolitiek, we kunnen gevetend worden ieder van de 27 lidstaten. Dus we doen gewoon heel weinig. Laat staan dat Nederland het een eentje kan doen. Dus en om even dit in perspectief te zetten. TSMC, die Taiwanese semiconductor gigant, die zet een investering neer in Arizona. Dat is $40 miljard. Het defensiebudget van Nederland is jaarlijks $15 miljard. Mm-hmm. Dus een private organisatie zet even een investering neer die grofweg 3 keer het nationale defensiebudget van Nederland is. Ja. In een andere staat. Ja. Dus, dit zijn het soort actoren waar je het over hebt.